Hedwiges Maduro, jullie verliezen een vriendschappelijk duel tegen ADO Den Haag. Dat uitkomt in de keukenkampioendivisie. Wat voor gevoel heb jij aan deze wedstrijd overgehouden? Positief, ondanks het resultaat. Vooral de eerste helft, heel veel goede dingen gezien, heel veel kansen gecreëerd. Aan de andere kant moet je wel die kansen afmaken. Dus we hebben vandaag ook een lesje in effectiviteit gehad. De eerste schot van ADO was direct eentje in de kruising. Maar ik heb een goede Kadil Junior gezien aan de linkerkant. En dat zie je wel dat hij de jongen gevaarlijk kan zijn in het aanvalsspel. Goede James Lawrence gezien met leidinggeven naast de Vices. Dus heel veel positieve dingen gezien. Ja, dus je moet eigenlijk helemaal niet naar de uitslag kijken. Natuurlijk. Mag dit jullie gebeuren? Tuurlijk mag het gebeuren. We zijn nog steeds in ontwikkeling. We zijn nog steeds zoekend op het middenveld. Dus we zitten nu in september en we eigenlijk nog steeds niet met je vaste kern kunnen spelen. Ook kunnen zien natuurlijk dat Tim vandaag heeft meegespeeld. Reserveur. Tim Reserveur en Guus Beaumont natuurlijk, die officieel nog van jong is. Dus dat is dan je middenveld. Nou, dat zegt eigenlijk alles. Hè? Je had eigenlijk geen middenvelders. De middenvelders die je had ter beschikking, die waren niet inzetbaar. Zoals Jochem Ritmeester van de Kamp. Balboa wegens interlandverplichtingen. Maar dat zegt eigenlijk wel alles. Eigenlijk dat je geen middenvelder zet en dat Tim Reserveur dus in de basis staat. Een speler die zijn conditie bijhoudt. Ja, daarom. Dus daarom kijk ik ook niet naar de uitslag. En dan kijk ik vooral naar de wapens die we wel hebben. En ze hebben het nog goed gedaan ook, hè, op het middenveld. Vooral in de eerste helft in een bepaalde structuur. Maar daarin moeten we dus nog gaan bouwen. Dus ik kan niet wachten dat als Tahiri weer gaat meetrainen. Zodat we ook wel vastigheid op het middenveld gaan krijgen. Ja. Kadil maakte inderdaad in de eerste helft echt een hele gretige indruk, voortdurend gevaarlijk. Ja, één keer een kopbal op de paal of op de lat. En daarna nog twee grote kansen gehad. Dus in de tweede helft ook nog twee keer dat hij schuin alleen op de keeper afkomt. Dus heel veel dreiging. En nu is het werk aan het afwerken. Ja, zij kwamen dus inderdaad wel door die beauty van die nieuwe jongen van hen op voorsprong. Dat was wel een handenbinnetje, want hij scoorde ook de 2-0. Even later moest Vices nog aan de noodrem trekken, ook nog weer een gele kaart. Dat was wel een aardig nieuwe aankoop voor ADO. Ja, nee, zeker. Dus hij had heel veel dreiging. En het was eigenlijk twee keer uit een omschakelmoment. En dat moeten wij beter doen. Dus hoe staan wij met onze backs vooral. Dus dat is het verbeterpunt voor ons. Aan de andere kant was het wel gewoon een beauty in de eerste helft. Ik denk als die nog een keer 10 keer schiet, dat ze er niet in gaan. Ja, slotfase ga je nog wel aanvallend wisselen. Hè? Je brengt onder andere Poku. Is het dan teleurstellend dat je niet uiteindelijk nog even die 2-2 maakt? Want eigenlijk zijn jullie daarna niet meer echt gevaarlijk geweest. Ja, je hoopt nog wel dat we eruit kunnen komen. Alleen je hebt nog heel veel wisselingen en Dus de vastigheden ontbreken nog steeds. Dus daar moeten we keihard aan werken. Zodat we echt ook in een structuur gaan aanvallen. En dat is nu het allerbelangrijkste wat we moeten doen. Ja. Nou, Tim Reserveur, dus de oude bekende in de basis vandaag. Wat heb je eigenlijk met hem afgesproken? Ja, het vooral is zijn conditie op peil. Maar hij kent de club heel goed. Dus het is ook direct een verlengstuk naar de nieuwe spelers. Ja. Dus hij kan uitleggen wat Almere City betekent. Ja. Dus hij is direct ook een mentor daarin. En voorlopig kijken we ook hoe dat zich gaat ontwikkelen. En wat we kunnen doen in de toekomst. Ja, maar een eventueel contract is niet aan de orde? Dat is meer voor Johan. Ja. En we kijken nu het voorlopig aan. Hoe lang blijft hij dan voorlopig? Ja, dat weten we nog niet. Dus nogmaals, het middenveld moet eerst geformeerd worden. Dus het is ook gewoon in de aantallen, inderdaad. En hij kan heel goed mee. Hij heeft vandaag 70 minuten gespeeld. Ja. Dus dat zegt genoeg. Hij is fit. Ja, dus, maar hij is ooit afgehaakt, hè? Toen moest hij op zoek naar een nieuwe club. En dan moet hij nu de illusie hebben dat hij eventueel nog een nieuw contract kan krijgen. Want hij wilde in eerste instantie naar Vitesse, geloof ik. Ja. Kijk, hij heeft bewust ook deze keuze gemaakt om in deze rol te komen. Dat is in goed overleg gegaan. En hij kan een voorwaarde zijn, zeker om op het veld met zijn ervaring, maar ook vooral aan de nieuwkomers laten zien van wat Almere is. En de DNA uitstralen. Daarin is hij sowieso een persoon van waarde voor de club. Ook richting de toekomst toe. Ja. En nu even een paar dagen vrij en dan toewerken naar Heracles uit? Ja, zeker. Dus de goede dingen nemen we mee. De verbeterpunten gaan we aan werken natuurlijk. En dan op een gegeven moment valt het puzzelstukje in elkaar. En ik heb al een heel groot geraamte in mijn hoofd zitten. Dus dat gaat wel de goede kant op.